Van Charleroi is door de Carreloos gevierd als was het een promotie. We gaan nog even terug naar het Stade du Pays de Charleroi. Daar had Dirk de Ferme een gesprek met Dimy De Condé. Dimitri De Condé, alles staat nog op zijn kop hier. Ik heb dit zelden gezien. Het lijkt wel alsof jullie de Europa Cup gewonnen hebben. Ja, ik moet zeggen, de ontlading is zeer groot. Dus enkele maanden geleden gaf niemand nog 5% kans om ons in eerste klasse te zien. En nu, na een zware week, hebben we het gehaald. En ik moet zeggen, de ontlading is enorm. Dat kan je hier duidelijk zien. Zo'n ontlading omdat jullie hebben moeten wachten tot de laatste speeldag? Ja, duidelijk. Dus we zagen ook de eerste helft. We zaten zeer verkrampte voetballen. Iedereen zat echt met de schrik. Maar daarom na dat doelpunt en met deze supporters. Ik denk dat we het verdiend hebben gewonnen om in eerste klasse te blijven. Charleroi, met dit publiek is duidelijk wel een ploeg voor de eerste klasse. Ja, dat is duidelijk. Ik denk, je moet realistisch zijn, ook met de kwaliteiten die we hebben. Maar het heeft niet meer gelopen gelijk we wonen dit seizoen. En ik hoop dat we deze sfeer volgend jaar vanaf de eerste wedstrijd kunnen zien. En niet alleen de laatste wedstrijd. Als je ziet hoe Enzo Schifo hier onthaald wordt, dat lijkt wel de man die hier een en ander kan losmaken. Ja, dat is duidelijk. Dus ik denk dat hij is een heel bekende voetballer in heel de wereld. En voor de mensen hier is hij niet dol. En misschien is dat een heel goede keuze om hem naar hier te laten komen. Oké, bedankt. Dan gaan we maar feesten. Ja. Ja, Charleroi is dus gered, maar dat wist verbroedering Geel natuurlijk niet toen het vanavond om 8 uur begon aan zijn wedstrijd tegen Club Brugge. Toen was er in Geel nog hoop. Hoop om in eerste klasse te kunnen blijven. Ook voor Club Brugge stond er nog heel wat op het spel. Club wilde graag de titel van vice-kampioen veiligstellen. Het commentaar van Op de Leunen is van Jan de Wijngaard. 5 minuten gespeeld. De eerste hoekschop van de partij is voor Club Brugge. Fadiga Vermand die stuurt hem naar voren. En daar is de kans voor Jocke Jansen die van dichtbij overtrapt. Eerste kans voor Club dat met Clément opnieuw in het elftal staat in de plaats van Anglebeyer. De kop. Het verdedigt van Petto. Delen, Versavel met alleen Lembi nog voor zich. Bruno Versavel komt tot een schot. En nog een redding van Danny Verlinde. Een afgeweken bal op de voet van Lembi. En toen maakte het Leer een heel eigenaardige sprong. En daar had Verlinde het knap moeilijk mee. De actie was van Bruno Versavel. En Verlinde veruit zijn goal, maar hij kan er toch nog net aan. Clément. Veel haast heeft Club Brugge niet. Geduldige opbouw. Veel tempo zit er niet in de acties tot dusver. Lembi. Dat is een goede beweging. En daar is de voorzet, de kop en Jocke Jansen. Nog een redding van Björn Smits. En Geel komt eruit. Dat is de allerbeste kans van Club Brugge in de eerste helft tot nog toe. Het begon bij Lembi. Daar is de voorzet, de kop. En dan de redding van Ronnie Schuurmans en Jocke Jansen die niet goed tot een schot komt. Goemi Benediktsson, zoals ze hier zeggen. Versavel met de brul bij zich. Benediktsson probeert voorbij Brokkelmans te geraken, dat lukt ook. En Versavel met de schietkans voor Geel, die moet gaan scoren. Verlinde, de hoek was wel klein voor Versavel. En Verlinde redt. Maar Geel had hier op voorsprong kunnen of misschien wel moeten staan. Benediktsson voorbij Brokkelmans. Met zijn wendbaarheid is hij al een paar keer gevaarlijk geweest. En Versavel krijgt de bal niet voorbij Verlinde. De Vlaanderen voor Verheijen. Die moet lopen om die bal nog te hebben. Björn Smit staat bij hem in de buurt. Verheijen nog. Bal is niet buiten geweest. Gert Verheijen. En daar is Vermand ineens. Schuurmans, goede redding. Vermand en Fadiga. Bij de corner, binnengekopt door Philippe Clément. 0-1 Club Brugge. Iets meer dan een half uur gespeeld. Een wedstrijd die eigenlijk niet echt op gang kwam. Wel een paar kantjes aan beide kanten. Maar dit is de eerste goal. Philippe Clément terug uit schorsing. Buffelt de bal voorbij Schuurmans. 0-1. Vermand. Gert Verheijen. Jocke Jansen naar het centrum. Die vraagt de bal. Daar gaat het ook naartoe. Verheijen. Goeie voorzet en goed getrapt door Jocke Jansen. Maar pech bij de afwerking. Bal spat op de lat. Jocke Jansen. Wat een uitstekende voorzet van Gert Verheijen. En Jocke Jansen vol met zijn linker tegen die bal. En dan ook los op de dwarsligger. Lembi. Benediktsson.
En Fadiga. Hier is de bal aan Tony Mols. De Her is meegekomen. Daar is hij met rechts. En Verlinde in twee keer. Een uitbraak van Verbroedering Geel. Zo moeten ze het doen. Op de counter proberen wat te forceren. Philippe Clément. 6 minuten gespeeld in de tweede helft. Het is wachten op de eerste echt doelgerichte actie. Jochen Jansen trapt naast. Een assist van Fadiga. Jochen Jansen vond het kader niet. Fadiga bij de vrije trap. En de kopbalsterke verdedigers De Brul en Lembi voorin. En Clément ook. En bijna de goal van De Brul. Sander Popovic moet wat doen. Versavel gaat er nu uit voor Prijzinger. Daar straks Checker eruit voor Peter Meuse. Popovic in zijn laatste wedstrijd voor Verbroedering Geel. Wat de uitslag van deze wedstrijd ook wordt. Lentvaai. Prijzinger. Kan die nog eens wat tonen misschien? Prijzinger voorbij De Brul. En dan slecht teruggelegd. Benedictson stond voorin. Maar het klopt echt niet bij Verbroedering Geel Dalemans. Die gaat het van op afstand eens proberen. En steekt die bal zo'n meter of twee naast de paal. De spirit is er een beetje uit bij Verbroedering Geel. Heb ik al lang de indruk. Na de 0-1 bij in de eerste helft. De 0-1 van club. Is de veer wat gebroken. Lembi. De laatste 5 minuten van een heel povere tweede helft. Met nauwelijks doelgevaar. En weinig, veel te weinig tempo. Martens nog eens voor Anglebert. De nieuwe man bij Club Brugge. Anglebert en 0-2. Wedstrijd gespeeld. En nu zakken ze op de grond bij Verbroedering Geel. Nu is het helemaal afgelopen. Gaëtan Anglebert. Goeie actie van Club Brugge wel. Met Sandy Martens en Anglebert, de twee invallers. Anglebert maakt die bal goed vrij. En steekt die voorbij Ronnie Schuurmans. En als je kan spreken over droefnis bij Verbroedering Geel, dan is deze supporter misschien wel het beste voorbeeld. Borkelmans in zijn allerlaatste wedstrijd voor Club Brugge. Spandoeken ook hier. Vorige zaterdag al uitgebreid afscheid kunnen nemen van het thuispubliek. Kan Geel nog iets met Prijzinger. En De Brul. Prijzinger. Nou, dat is geen slechte poging van Geel. Maar ze weten ook wel dat het afgelopen is, dat het te laat is. Nico Courtois. Einde van de wedstrijd. En dus weer twee vraagtekens weg geweest. Club Brugge is vice-kampioen. En Geel degradeert naar de tweede klasse na 0-2 verlies op eigen veld tegen Club Brugge. Ja, Geel keert na 1 jaar op het hoogste niveau terug naar de tweede klasse. Daarover praten Jan de Wijngaard na de wedstrijd met Bruno Versavel en Dimitri Mbouyou. Als je nu weet, ja, dat Anderlecht altijd 0-1 voor heeft gestaan. Maar op plaatsen nog 1-1 geloof ik. En dat wij dan ook 0-1 achterkomen. Op een domme manier eigenlijk. Maar al bij al denk ik dat we toch een leuke wedstrijd hebben gespeeld. Maar het doet me zeer pijn, ja. Maar de echte, er echt voor gaan, hebben we dat misschien niet te weinig gezien van Geel vandaag? Ik weet niet, maar je moet ook kijken, het potentieel. Je speelt ook niet tegen maar zomaar een ploeg. Je speelt tegen eigenlijk Club Brugge. Die zijn toch tweede uitgekomen nu. Dus en Brugge moet het spel komen maken. Wij kunnen moeilijk tegen Brugge het spel maken. Wij wouden natuurlijk wel iets doen. Maar je moet er ook alles voor in huis hebben. Dus, maar al bij al vind ik persoonlijk dat wij toch een betere Geel hebben gezien dan de voorbije 2 weken. Wordt er nu de grote leegloop bij Geel? Wel ja, dat is de vraag eigenlijk. Hè. Ik veronderstel dat wel eigenlijk, omdat ik toch weet dat er bepaalde jongens op gejaagd wordt. In die zin dat ze belangstelling genieten. En de jongens die weten daarvan, die zijn al benaderd geweest. Dus ik ga ervan uit dat die jongens ook gaan vertrekken. Want wie zijn wij om die jongens te houden? Tot daar het eerste deel van Goal. Straks in deel 2 brengen we nog verslagen van Gent-Westerlo, Genk, KV Mechelen en Standaar Haarlembeke. Ook de doelpunten uit de andere wedstrijden van de laatste speeldag komen straks nog aan bod. Tot zo dadelijk. So how are your soup noodles then? Mm. Ooh, give us a try. Mm-mm. Oh, no.
Rudy. Look, I hate it when you do this. I offered to make you some and you said no. I'm not hungry. I just want a little taste. Just a little... No. Yeah, look, you can finish him off if you like. Oh, David, are you sure? Yeah. Oh, you really love me, don't you? Yeah. Oh. Ikey supernoodles. Gewoon in water koken. Dit is een grote dag voor de Rode Duivels. Jij bent Vrijen, Van der Hagen, de Vlaanderen. Heel het land rekent op deze man. Stroepaar aan de bal. Pas naar de Vlaanderen. Van der Hagen, stroepaar tegen de grond. Voorzet Vrijen, stroepaar met de kop. Goal! België is kampioen! Oh-oh. Geen probleem. Ariel Hydractief dringt onmiddellijk in het vuil en verwijdert zelfs de moeilijkste gras- en moddervlekken. Ariel houdt België duivels schoon. Wat zou ik vandaag aantrekken? Zijn hemd misschien? Roll-on deodorant van Nivea. Snel opgenomen en doeltreffend. De hele dag. Aan, heb jij mijn hemd gezien? En hop, niets gezien. Of bijna niets. Roll-on deodorant van Nivea. Doeltreffend en zonder sporen. Vanaf donderdag 11 mei kan je in het laatste nieuws meespelen met de Gouden Cup. Mooi, jong! Kom, zal ik het komen doen, hè? Als je het beter kan, doe het dan zelf. Stel je ideale EK-ploeg samen en win voor miljoenen aan prijzen. Vanaf 11 mei enkel in het laatste nieuws en de Nieuwe Gazet. Dit zijn de kinderen van een doe-het-zelver. Absoluut. Stijn en Els. Zelfgemaakt. De kinderen zijn nog op school. En ik ga ze zelf verrassen. Met frietjes? Absoluut. Zelf gesneden. Toch eten Stijn en Els het liefst bij Colmar. Ja, dat klopt. Lekker eten aan een vaste prijs aan Volonté en de naam van hun papa, Gerard. Dat rijmt op Colmar. Daarom. En daarom waarschijnlijk ook. Colmar restaurants. Voor die prijs kan je zelf niet koken. Spaar vanaf nu de unieke Ariel Rode Duivel-collectie. Bel 0900 00201 of ga naar de winkel voor de actievoorwaarden. Bewaar je kassaticket en word zo een echte Rode Duivel-fan. Ontdek de nieuwe vechter in mondverzorging. Theramed 2-in-1 Magnesium Plus. De krachtige combinatie van tandpasta en mondwater. Zijn nieuwe wapen, het magnesiumfluoridecomplex, versterkt actief het tandglazuur. Net als elke andere Theramed 2-in-1 bestrijdt hij bacteriën. De grootste vijand in mondverzorging. Voor een gezonde frisheid Theramed 2-in-1. De kampioen in complete mondverzorging. Probeer nu ook de winnaar in tandenborstels. Theramed MicroClean. Welkom bij het tweede en ook allerlaatste deel van Goal, voor dit seizoen wel te verstaan. We vliegen er een laatste keer in en dat doen we met een samenvatting van Gent-Westerlo. Een wedstrijd die bijna volledig in het teken stond van het duel tussen Ole Martin Aarst en Tony Bronjo. Beide heren strijden voor de titel van topschutter. Aarst begon aan de match met 30 goals, Bronjo met 29. Het commentaar is van Stefan van Loek. Inworp AA Gent. Buiten uw beeld, het is Pedersen die ingooi neemt. Weggewerkt door Ba, verlengd door Tans, maar in de voeten van Jolie. Naar Aarst, die er net zijn voet niet kan tegenzetten. Frankie Frans heeft de bal. De eerste kans uit de wedstrijd. En de match in de match tussen Aarst en Bronjo, die moet ook nog beginnen. Maar dit was een eerste mogelijkheid voor Ole Martin Aarst, 10 minuten ver. Uitbraak Westerlo nu, met Milosevic en ruimte hier bij Vedran Pelic. Bronjo in het centrum. Maar veel volk van Gent ook dat aan het terugkeren is. Toch Bronjo nu en ook Herpoel. Tot dusver een halve kans voor de twee topschutterskandidaten te spelen een kwartier. Benoit Tans voor zich Christensen. Voorzet van de Koning weggetrapt door Carré. Maar Westerlo blijft in balbezit. Sadio Ba, Milosevic. Bronjo, Milosevic. Goeie bal voor Cerneels. Maar hij kan hem niet onder Herpoel doorschuiven. Goeie Westerse actie, niet beloond en bekroond met een goal. Jolie. Goeie voorzet van Kraus.
Haarspotje in schietpositie en een prachtige save van Frankie Frans. Die de bal in twee keer net voor de lijn tegenhoudt. En daar even lacht naar het publiek dat hem zo goed gezind is vanavond. Beste kans in de match tot dusver. En Ole Martin Aars bijna aan 31. Volledig vrij in schietpositie. Maar er was een goede Frankie Frans nodig om die eerste goal uit de match te houden. De Koning. Bronjo. Trekt zelf de aanval op gang. In samenspel met Magiels. Goed meegenomen die bal. Bronjo gaat scoren. 0-1 voor Westerlo. En 30-30 in de topschutterstand tussen Aars en Bronjo. Lag zelf mee aan de basis, zette de actie mee op in een mooie 1-2. En Dante Bron, wat zeg ik, Tony Bronje uiteraard, schuift de bal voorbij Herpoel binnen. 0-1 op 20 minuten van de rust. Nieuwe hoekschop Gent. Altijd Schepers, Krausch. En dan bijna een eigen doel verlengd daar door, ik denk, Frank Machiels. Schepers in één tijd hoog over. Schaasters voor Pelic. Schaasters krijgt de bal terug. Bronjo stond gelijk met Douwe, dus geen buitenspel. Steun van Milosevic achter zich. Gaat het zelf proberen. Niet onaardig hoor, dat schot van Tony Bronjo. Kleine meter over het doel van Frederik Herpoel. En dat op 10 minuten van de rust. Gunter Schepers. Te lage voorzet via baan naar Schaasters. Weer wild weggetrapt, weer in de voeten van Frank Douwe. Jolly, ruimte bij Christensen. Klaar voor de voorzet. En daar staat niemand van Gent. Nu wel Schepers die de kopbal van Ba aanneemt. En binnengekopt door Krausch. Het staat 1-1. Goeie voorzet van Christensen. En dan is er Nasreddin Krausch die zijn eerste competitiedoelpunt maakt. Hard en onhoudbaar voorbij Frankie Frans. 1-1 op 8 minuten van de rust. Frank Machiels. Stuurt een verre bal naar Tony Bronjo die zich eerst moest ontdoen. Van Carré, Pelic gaat Westerlo voorsprong brengen. Na een misser in de Gentse verdediging scoort Pelic. Kort na de gelijkmaker van Krausch staat het 1-2. Vedran Pelic. Voor hem nummer 13 van het seizoen. 2 minuten nog te gaan tot aan de rust. Pedersen, ruimte bij Dragutinovic. In de belangstelling van Standaar. Karif voor zich. Staat Schaasus. En bijna was Pedersen opnieuw bij die bal. Maar Frankie Frans staat er eerst op. En zo rusten we na een aantrekkelijke eerste helft. Bij een 1-2 voorsprong voor Westerlo. De stand in de topschutters is 30-30. Bronjo. Teruglegt de bal naar Schaasens die ruimte ziet bij Benoit Tans. En veel volk aan de overkant meegespeurd. Tony Bronjo onder meer. Van ver Bronjo. En Herpoel moet lossen. Eerste goede kans voor Westerlo in de tweede helft. Tony Bronjo. Tegenstoot Agent nu. Met Morten Pedersen. Goede bal voor Erik Jolly. Aarst staat buiten spel. Dacht ik mag doorgaan. Ole Martin Aarst. Maar loopt zich vast op Frankie Frans die weer goed uitkomt. Je kan niet zeggen die Kerala dat hij de kansen niet kreeg. Nu dan misschien. Bal ontzet in hoekschop. Uitstekende kans voor Agent om op 2-2 te komen. En voor Aarst om weer de leiding in de doelschutterstand te nemen. De corner met Jolly. Teruggelegd Dragutinovic. Jolly Douwe. Frans en de lat. En dan doeltrap voor Westerlo. Knappe kans voor Frank Douwe volgend jaar bij Westerlo. Hij kopt hier de bal via Frankie Frans tegen de lat. Corner met Erik Jolly. Over halfweg de tweede helft zijn we intussen. Nog altijd 1-2 op het bord voor Westerlo. Gent doet er alles aan. Zoals dit schot dat binnen gaat. Een knappe goal van Karif. Na Krausch is het Karif die scoort. En zo staat Agent gelijk. 2-2. Maar Ole Martin Aars die scoort voorlopig niet. Pedersen. Al onderschept door Mark Schaasens. Fysiek sterk. Goeie bal voor Machiels. Gaat die scoren? Machiels, ja! 2-3 Westerlo. Frank Machiels, de man die Ole Martin Aars uit de wedstrijd hield.
beslist hier mogelijk de wedstrijd. 8 minuten van het einde, heel mooie opening. Gecreëerd door Mark Schaases en Frank Magiel schuift de bal in de verste hoek binnen voor bij Herpoel. Westerlo 3 en Gent op eigen veld 2. Frank Douwe neemt afscheid van het Gentse publiek en van de ploeg. Hij speelt volgend jaar bij Westerlo en wordt op 20 seconden van het einde vervangen. In zijn plaats komt Emiel Sterbal. Ingooi voor Agent nog. Plaro heeft op de klok gekeken. En het heeft er alle schijn van dat Westerlo hier met 2-3 gaat winnen. En dat Ole Martin Aarst en Tony Bronjo beide topschutter worden met 30 goals. Dat is nu een feit. Gent eindigt niet in schoonheid, ondanks Europees voetbal. Verliest het hier de laatste match van het seizoen met 2-3 van Westerlo. En zo sluiten we de competitie af met 2 topschutters. Ole Martin Aarst en Tony Bronjo hebben er elk 30 achter hun naam. Zondag spelen Racing Genk en Standard de bekerfinale. Die wedstrijd is trouwens live te zien op Kanaal 2 vanaf 20:40. Vanavond had het voor beide ploegen een generale repetitie kunnen zijn. Racing Genk mocht repeteren tegen KV Mechelen. Maar Jan Boskamp wilde geen risico's nemen en stuurde zijn reserve-elftal de wei in. Onze man in het Phoenixstadion was Koen Meudenaren. Jan Boskamp speelt met een bijna volledige invallersploeg. Van de 11 aan de aftrap zijn er zondag hoogstens 1 of 2 in de basis te verwachten. We spelen 3 minuten. Gooien Sumbu tussen 3 Mechelaars door. In de voet van Rachi Tibari. Botsend schot. Willocks lost. En een Sumbu neemt in dank aan. 1-0. Een mooie binnenkomer voor het onuitgegeven Genkse elftal. Gooien Sumbu met dank aan Willocks. Kort voor het kwartier in actie van Cedric van der Elst. Volgens Boskamp de nieuwe Hazi. Horvat weggestuurd en afgeremd door Johan Darkon. En die mag meteen gaan rusten van scheidsrechter De Koning. Mechelen niet voor het eerst dit seizoen, al vroeg met 10. De vrijschop van een Sumbu zuist over. 2 minuten later slecht wegwerken van Ivan Willocks. Een Sumbu profiteert. Gaat langs Willocks, maar Grever redt op de lijn. Mocht er nog een inzet zijn in deze match, zou Willocks een en ander uit te leggen hebben. 20e minuut, Rachi Tibari sneller dan Camara. Horvat met Van den Broek in de rug, pakt aan, draait en scoort 2-0. Mechelen is de ploeg met het meeste tegengoals in eerste. De prijs die Gunter Jacob wil betalen voor een positieve manier van voetballen. Maar je mag ook niet te veel kartons binnenkrijgen. Ferenc Horvat 2-0. Mechelen probeert wel om zich te herpakken. Camara een goede 1-2 met Elias, maar de Angolees glijdt weg. Genk laat het tempo zakken tot kort voor de rust. Een mooi hakje van Rachid Tibari. En Cedric van der Elst, de nieuwe Hazi, u weet wel, kan op avontuur gaan. Een goed schot ook nog, Willocks met moeite. In blessuretijd een fout van Olivieri op Matthias van Steenbergen. Olivieri had al geel, krijgt er een tweede en mag er dus ook af. Zijn wederoptreden heeft 1 helft geduurd. Met 10 tegen 10 na de rust, eerste kans voor Genk. Een Sumbu tot bij Horvat. Langs Willocks, maar niet langs Sammy Greven. Mechelen laat zich niet wegzetten. Van Hout met de paas. Steven Riebus knap gedaan. Het schot landt op de kruising. 8e minuut opnieuw Racing Genk met een vrijschop van de 17-jarige Marco Ingrao. Gevaarlijk laag, Willocks weert af. Racing Genk is weer wakker. Horvat met de kans. Weggewerkt door Birger van de Ven in de voeten van Tibari. En een erg verdienstelijke poging. We gaan alweer meteen naar de overkant met Sven van den Broek. Die zich door de Genkse afweer wringt. Een tikje naar de volledig vrijstaande Steven Riebus. Daarnet de kruising, nu het net 2-1. Door de 2 uitsluitingen is er aan beide kanten een zee van ruimte. Steven Riebus profiteert. Mechelen gaat op zoek naar de gelijkmaker, aangevuurd door zijn luidruchtige supporters. Knappe paas Camus, Greven op Doemen. Boskamp brengt aan Origi en Koen Daarde in. 2 mannen die zondag wellicht wel in de ploeg staan. Slotminuten, een Sumbu met de voorzet, Horvat ernaast. Slotminuut, een Sumbu opnieuw met de voorzet. En Horvat deze keer erin. Ook hier zit Willocks niet al te best tussen. Ferenc Horvat profiteert, 3-1. Daarmee sluit Genk de competitie winnend af. Nu nog de Belgische beker. Prima wedstrijd daar in Genk.
Tomislav Ivic volgde afgelopen maandag Jean Tissot op als trainer van Standard. Het was nochtans diezelfde Ivic die in september van vorig jaar verlammend werkte op de spelersgroep en daarom werd ontslagen. Het beleid van Standard blijft moeilijk om volgen. Maar goed, drie dagen voor de bekerfinale kwam Harald Beke op bezoek. Ook Standard speelde met zijn reserve. Onze man op de bank was Wilfried Mostings. Tomislav Ivic zat niet op de bank, wel op zijn vertrouwde plaats in de tribune vlakbij de commentatoren. Nog voor die goed en wel wisten wie er bij Standaard speelde en waar, kwam Harald Beke al een eerste keer opzetten. Steven Wostijn kan doorbreken aan de linkerkant, helemaal alleen en die kans laat hij niet liggen. Het is 0-1, we zijn nog geen 10 minuten ver. Voor Wostijn zijn zesde van het seizoen. Een goede aanval van Harald Beke, de bal gaat tussen de benen van invallersdoelman Filip Sunjara. Na goed een kwartier een eerste schuchtere reactie van Standaard. Makkelijk spelend voor een plaats in het elftal van zondag. Met de voorzet, de kopbal van de jonge Oussala gaat naast. Maar het eerste half uur moet Standaard het meesterschap ondergaan van Harald Beke. Alweer een goede aanval met opnieuw Wostijn als afwerker. Dit keer gaat de bal over. Bij Harald Beke zitten Eboussila en de Tollenaren op de bank. Voor de rest allemaal basisspelers en dat blijft zich uiten. Wostijn toont zich de gevaarlijkste man, nu stijt hij wel op Sunjara. Harald Beke laat de teugels dan even vieren en Standaard profiteert om ook eens naar voren te schuiven. El Yamani met een mooi technisch nummertje, tot bij Oussala, het schot met links, belandt op de paal. En de rebound van Remakle stuit op Daniel Maas. Veel dichter kan je niet bij een doelpunt geraken, het laatste schot was van Bernd Thijs. En Standaard krijgt vertrouwen en gaat door op zijn elan. George Blay dit keer met de voorzet. De bal komt bij Bernd Thijs. Zijn schot gaat naast. Thijs die zondag er niet bij zal zijn wegens geschorst. Jean Nicolai en Dominique Donofrio mogen blij zijn. Ook al staat hun ploeg bij de rust 0-1 achter. Standaard neemt ook het initiatief in de tweede helft. Recuperatie van Thijs die Remakle wegstuurt. De bal komt bij El Yamani. Zijn deviatie gaat niet naast. El Yamani, een jonge Egyptenaar. Standaard blijft Harald Beke nu terugdringen. We zitten goed halfweg de tweede helft. Jobo krijgt de bal en zoekt en vindt ruimte voor een schot. Camara moet de bal lossen en El Yamani kan hem in doel werken. En zo krijgt het B-team waarop het recht heeft. El Yamani, een technisch sterke voetballer, bekroont zijn goede prestatie met een doelpunt 1-1. El Yamani, aan hem kunnen ze bij Standaard nog veel plezier beleven. En de Roesjes willen meer. El Yamani toont dat hij meer kan dan afwerken. Een goede opening voor Thijs, maar de gelegenheidsaanvoerder schiet over het doel. Harald Beke toont zich vooral een uitgekookte ploeg. Blay laat zich in de luren leggen door Silla en opnieuw is daar Wostijn om af te werken. Zijn tweede van de avond. Slordig en slap verdedigen bij Standaard, de ingevallen Silla met de voorzet en Wostijn helemaal vrijstaand voor de 1-2. Standaard wil geen afscheid nemen van zijn publiek. Met een nederlaag, het probeert nog wat terug te doen, maar dreigt het deksel zo op de neus te krijgen. Wostijn laat hier wel een open kans klungelig liggen. In de slotfase krijgt Harald Beke nog een penalty voor trekken en duwen van Afolabi bij David Paas. Sterke man Luciano Donofrio niet erg tevreden. Paas zelf achter de bal en zo maakt hij zijn derde penalty goal van dit seizoen. In totaal zit hij al aan 18. 1-3, Standaard verdiende meer, maar het B-team was niet uitgekookt genoeg. De andere vier wedstrijden van vanavond hebben we in een overzicht gestopt, omdat die wedstrijden toch alleen maar voor de volledigheid worden gespeeld. Hier komen de doelpunten uit. Moeskroen, Aalst, Lierse, Lokeren, Beveren, Germinal Beerschot en Lommel STVV. U herkent de stemmen van Bart Meijs en Geert Hermans. De laatste wedstrijd voor Moeskroen van Yves van der Hagen. Door de vele gekwetsten tegelijk de eerste kans voor een paar minder bekende namen. Ook de 20-jarige Congolees Nzuzi stond nog maar 4 keer aan de aftrap. Na 5 minuten wordt zijn schot gestopt door Kujovic. Het is ook lange tijd de beste kans. Veel doelgevaar zien we niet. Zeker niet van Aalst. We zitten al op 5 minuten van de rust als opnieuw Nzuzi deze open doelkans tegen de onderkant van de lat knalt. Maar geen doelpunt, dat blijkt ook duidelijk uit de herhaling. 0-0 is de stand bij de rust. 5 minuten ver in de tweede helft en weer een goede kans voor Nzuzi. Maar ook Kujovic blijft een prima partij spelen. Even later vertrekt de bal bij Zevlakov. De vleeschouwer legt terug naar de gardijn en die schiet hard en hoog in doel. 1-0 bijna buiten beeld, maar wel binnen het doelkader.
Halverwege de tweede helft zorgt Gunter Thibaut voor de gelijkmaker met zijn 8e goal van het seizoen. Met amper een doelkans in heel de wedstrijd werkt Aalst af aan 100%. De 1-1 is meteen ook de eindstand en voor Moes Kroen voldoende om alleen 4e te eindigen. In Lierse Lokeren neemt de thuisploeg de betere start. Een kopbal van Robbie van de Weijer scheert meteen de lat. Maar ook Lokeren doet goed mee in een aantrekkelijke eerste helft. Met deze vrije trap van Van Geneugde heeft doelman Nijs heel wat moeite. De grootste kans is op het kwartier voor Jurgen Cavens. Joe Spiteri kopt door en dan krijgt Cavens de bal van dichtbij niet voorbij Tabanovic. Even voor het half uur dan toch de verdiende voorsprong voor Lierse. Een vrije trap van Zdebel wordt door Snoeks voor doel gekopt. Cavens heel even en dan Joe Spiteri die de kans niet laat liggen. Lierse 1-0 voor, ook de stand bij de rust. Kort na de koffie krijgt Lierse een uitstekende mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen. Van de Weijer wordt neergelegd door Zeré en Petitjean geeft strafschop. Erik van Meijer laat zijn 17e seizoenstreffer liggen, dat Banovic pakt. Lierse neemt dan gas terug, Lokeren wordt steeds gevaarlijker. Een voorzet van Van Geneugde in de loop van Papi Kimoto en de Congolees brengt Lokeren even voorbij het uur langzij. De beste kansen zijn in de slotfase ook voor Lokeren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Waaslanders zelfs met de zegen gaan lopen. 1-2 wordt het vlak voor tijd alweer door Kimoto. Voor Lierse eindigt een ontgoochelend seizoen ook nog in mineur. Germinal Beerschot uit de zorgen en dat vertaalt zich ook op het veld met een snel doelpunt. Song gaat door op rechts en bereikt Haagdoorn die er al in de eerste minuut 0-1 van maakt. Sterke start van de bezoekers die het seizoen positief willen afsluiten. Helemaal afsluiten doet de 33-jarige Gunter Hofmans. De knieën zijn stuk en na meer dan 10 seizoenen in eerste klasse is dit zijn laatste wedstrijd. Hij eindigt in schoonheid met zijn 10e goal van het seizoen, opnieuw op aangeven van Song, 0-2 na 9 minuten. En Germinal Beerschot heeft er zin in, Karagiannis door het midden. Hij blijft in balbezit en besluit onder doelman Van de Putten, die na een half uur spelen al voor de derde keer geklopt wordt. Opvallende wedstrijd ook van Wesley Song, al aanbrenger van 2 goals. Hij scoort zelf de 0-4 met een mooi geplaatste vrije trap. Volgend seizoen speelt Song voor Racing Genk. Met een 0-4 stand is de wedstrijd nog voor de rust al gespeeld. Na de pauze kan Beveren dan toch 1 keer tegenscoren langs Van Rumst. Beveren Germinal Beerschot eindstand 1-4. Lommel is sinds zaterdag zeker dat het degradeert naar tweede. En de ploeg speelt vandaag tegen provinciegenoot Sint-Truiden volledig bevrijd. Al na 12 minuten brengt Mirek Waligora Lommel 1-0 voor. 1-0 was ook de stand bij de rust. Het is duidelijk het avondje van Mirek Waligora geworden. Want kort na de pauze maakt hij ook de 2-0 voor Lommel. Tussen 4 Truiense verdedigers door komt hij toch nog tot scoren. En bij het derde doelpunt zorgt de Pool voor de perfecte assist. De paas in de loop van de ingevallen Daniel Scavone. En Belic is opnieuw verslagen. 3-0 voor Lommel. Sint-Truiden kon daar bijzonder weinig tegen inbrengen. Integendeel, het incasseert nog een 4e treffer. Opnieuw van de voet van de man van de match, Mirek Waligora. Nogthans meer op de bank dan hem lief was dit seizoen. Toch geraakt Sint-Truiden nog aan een eerreddende goal. Een vrije trap van Isaias wordt in 2 tijden afgeweerd, maar toch onvoldoende. En de Braziliaan de Oliveira legt de 4-1 eindcijfers op het bord. Voilà, dames en heren, de competitie 1999-2000 zit erop. Het uitslagenbord van de 34e speeldag ziet er zo uit. Charleroi Anderlecht 1-1, Geel Club Brugge 0-2, Agent Westerlo 2-3, Racing Genk KV Mechelen 3-1, Standaard Harelbeke 1-3, Moes Kroen Eendracht Aalst 1-1, Lierse Lokeren 1-2, Beveren Germinal Beerschot 1-4 en Lommel STVV 4-1. En dit is het eindklassement van de zo net afgelopen competitie. Anderlecht is al 3 weken kampioen, Club Brugge is vice-kampioen en Gent derde. Club en Gent spelen in de UEFA-beker. Standaard verliest zijn 4e plaats nog aan Moes Kroen. Westerlo eindigt knap op de 6e plaats. Germinal Beerschot is 7e en Racing Genk pas 8e. Lierse zakt na de nederlaag van vanavond terug naar de 9e plaats. Lierse is op die manier de tegenvaller van het seizoen. Onderaan eindigt Charleroi nu op de veilige 16e plaats. Geel en Lommel degraderen naar 2e. Tot daar het voetbal. In het basketbal zijn de finale wedstrijden van de play-offs volop aan de gang. Dinsdag al heeft Antwerpen in eigen huis de eerste wedstrijd gewonnen. Vanavond werd in Oostende wedstrijd 2 gespeeld. Een verslag van Chris Kroonen. Net als in de eerste match is Antwerpen aanvankelijk baas. Sterk in verdediging, dominant in de rebound en het mag ook het tempo van de match dicteren.
Oostende mist te veel. Alleen met een aantal driepunters blijft het aanvankelijk op gelijke hoogte van Antwerpen. Maar de bezoekers zijn een sterk geheel. Telkens weer andere spelers komen op de voorgrond. Mooie verre driepunter van invaller Goodvinson. Bij de rust staat Antwerpen 7 punten voor, 34-41. Die voorsprong wordt maximaal 14 punten, een goede 10 minuten van het einde. Maar als Oostende sneller gaat spelen en Antwerpen in foutenlast geraakt, brengen alweer driepunters van invaller Bo Heiden Oostende terug tot op 2 punten. In een razendspannende slotfase krijgt Doem Lauwers 3 vrije worpen. Nog 2 seconden te spelen, de stand is 75-78. Lauwers gooit ze alle 3 binnen, in extremis dwingt Oostende verlengingen af. Daarin mist Antwerpen te veel basisspelers met 5 fouten. Oostende, bijna 40 minuten op achterstand, wint dus toch met 95-89. Zaterdag de derde match opnieuw in Oostende. Na 7 weken inactiviteit viert Frank van den Broeke morgen zijn terugkeer in het wielerpeloton in de bescheiden Franse rittenwedstrijd de Ronde van de Oise. Van den Broeke was lange tijd ziek en geblesseerd en miste daardoor het klassieke voorseizoen. In de komende weken wil hij zich voorbereiden op de Ronde van Frankrijk. Daarin wil hij een hoofdrol spelen. Vanuit Picardie een bijdrage van Philippe Maartens. Na 49 dagen zonder competitie weer trainen met de ploegmaats, morgen weer koersen, VDB heeft er zin in. Na zijn ziekte en erop volgende vakantie in Californië, hij kwam er vooral tot rust, trainde Van den Broeke weer voluit. 3000 kilometer in 25 dagen. Ook al een alpenstage, volgende week nog één. De 3 kilo overgewicht zullen snel weg zijn. Ik voel me goed, alles is goed, maar de conditie is nog niet goed. Dat moet ook niet. Ik zou niet graag dat ik nu al in conditie ben. En ik wil ook niks veranderen. De tweede doel van het jaar achter de klassieker was de Tour. De klassiekers zijn een drama geweest. Ik voorbereid mij voor de Tour. Het is niet lang meer. Nog een beetje geduld. Geduld hebben we misschien niet nodig, want Frank van den Broeke is erg snel in vorm. Vorig jaar lag hij door zijn schorsing 3 maanden stil. En toch sloeg hij erg vlug en sterk terug in de Vuelta en in het WK. Zijn programma nu nog, Bicicleta Vasca, Grote Prijs van Wallonië, ronden van Luxemburg en Zwitserland en BK. En dan de Tour waarvoor hij erg...